Ik ga jullie geduld nog even op de proef stellen, want het Zandloperpad is een samenwerking van 8 partners. Misschien ook een van de redenen waarom het zo lang geduurd heeft, niet dat dat onwillige partners waren, maar om iedereen op één lijn te krijgen. Om de financiering te vinden, hebben we toch wel eens af en toe een bittere pil moeten doorslikken. Wat op mij is opgevallen, ook gedurende dit project, dat is dat je ook je eigen medewerkers daar enorm kunt op motiveren. Dus het gaat niet alleen om iets te doen voor de gemeenschap, of voor de gemeente Maasmechelen, of voor Vlaanderen. Maar het gaat er ook over dat je daar heel snel heel goede medewerkers achter kunt scharen. En ik neem aan dat niemand het mij kwalijk zal nemen dat ik zeker de medewerkers van Sibelco hier bij de hulde wil betrekken. De burgemeester Raf de Ringe, de minister Jo van Deurzen, Mark Stuurs, Carolien Hapers, Luc Koenen, Bert van Holen en Els Lalique ergens een deel van het touw vasthouden en dan hopen we dat het lukt. Loop daarna niet onmiddellijk weg, want ik stel voor dat we dan nog een groepsfoto maken van degene die dit tot de goede hebben. Voilà, wat simpeler dan gedaan. We staan hier aan Maasmechelen, Mechelse Heide, met vandaag de opening van het Zandloperpad. Een mooie realisatie, een wandeling van 1,5 kilometer, die eigenlijk gericht is naar een jonge publiek, mensen met jonge kinderen, maar ook heel specifiek naar mensen met een beperking. En er straks zegt, ja, een droom kan uitkomen. Inderdaad, bij de opening van Catevenia, de poort naar het Nationale Park vanuit Genk, zijn we begonnen met de eerste editie Toen Nature for Life. En in de doelstellingen van Nature for Life staat dat we inderdaad een toegankelijkheid, een betere toegankelijkheid willen creëren voor mensen met een beperking. Daarnaast hebben we dan een samenwerking moeten zoeken met Blozen, die de routesporter had, een gelijkaardig project, ook vanuit Catevenia. En is het Nationaal Park in Beweging ontstaan. En ja, voor velen waarschijnlijk die er geweest zullen zijn, wij organiseerden dat met toch een bezoekersaantal tussen de 10.000 en 14.000 mensen. Dat geld, de opbrengst daarvan, is dan gestoken in dit zandloperproject. En dat is een samenwerking geworden die niet evident was met de Vlaamse overheid, met toerisme, met Blozo, met de steden rondom ons die in het Nationaal Park allemaal aangrenzen. En vandaag is dit dan een prachtig project geworden, waar we ook heel fier op mogen zijn. Het is een nieuwe parel aan de kroon van het Limburgs toerisme, maar ook vooral in dat Nationaal Park wat toch uniek is. Het Nationaal Park Limburg, denk ik dat uniek is in Vlaanderen, maar zelfs in Europa, zijn gelijken amper kent. En zeker nu dit Zandloperpad een bewustwording van alle elementen van het Nationaal Park, want je kan voelen, je kan ruiken wat het Nationaal Park allemaal te bieden heeft in 1,5 kilometer. Gigantisch project en we zijn blij dat wij als Rotterdam Stalen daar toch wel eigenlijk misschien wel een beetje initiatiefnemer kunnen geweest zijn, maar er ook wel bij de verdere afhandeling van dit project altijd erbij waren.